Ik was laatst op een boot in Vuurland. Samen met een Argentijnse visser en zijn zwijgzame schoonzoon. We deelden met z'n drieën een reuze krab en dronken een biertje. Ook al was het nog maar 10 uur 's ochtends. Maar die visser zei dat dat vrij normaal is voor een visser in Argentinië. No se puede vivir nada más. Toen zei die visser tegen mij dat hij zo blij is met zijn leven. El mar, la montaña, clima, buena cerveza. Estamos completos. En toen werd ik ook blij met mijn leven en dacht, wat voelt het bijzonder om hier te varen? Het voelt wel bijzonder om hier te varen. Het is het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Aan de ene kant Argentinië, aan de andere kant Chili. En Charles Darwin, of Darwin zoals ze hem in Argentinië noemen, die kwam hier ooit Zuid-Amerika binnen. En het Andesgebergte begint hier eigenlijk. Die bergen reizen als het ware vanuit de zee omhoog. Dat is toch wel bijzonder, hè? In deze bergen merkte ik dat Zuid-Amerika barst van de tegenstellingen, waardoor het continent zich maar moeilijk liet kennen. Ik zag het enorme verschil tussen rijk en arm, maar dat was niet dezelfde tegenstelling als gelukkig en ongelukkig. En ik zag hoe mensen werkten tot ze erbij neervielen en tegelijkertijd leefden alsof iedere dag hun laatste was. Overal waar ik kwam, vroeg ik me af hoe het nu gaat met de Zuid-Amerikaan. Ik was naar Vuurland gekomen omdat ik benieuwd was waar hij van leeft en waar hij van droomt, op een plek die omringd lijkt door leegte. Yo hace casi 30 años que estoy pescando centolla. Y parece que no tiene mucha competencia porque no veo otros pescadores. Por suerte no hablemos muy fuerte igual. Somos muy pocos acá, así que tenemos prácticamente el canal para unos pocos. En otra época del año, como tenemos ahí a los amigos de Chile, traen muchas embarcaciones y la captura que sería nuestra se la llevan ellos para allá. ¿Los llama amigos a los chilenos o? Son vecinos. Son vecinos. Zo'n benzine. De visser zei dat hij zelf een beetje op een krab lijkt. Hard van buiten en zacht van binnen. En ik dacht, wat een mooie metafoor voor de Zuid-Amerikanen in het algemeen. Ik heb de Latino leren kennen als een politiek bevlogen mens. Altijd aan het strijden, maar wel met een glimlach. Sterk, maar niet keihard. En hij is bijna altijd gelovig. Brindemos por... Por Darwin. Oké. Brindamos por Darwin. Salud. ¿Usted cree en la teoría de la evolución? De hecho, acá lo estamos comiendo. El animal. El animal. Bueno, la montaña es la creación de Dios, así que. Si Dios creó todo esto. Ajá. Otra cosa no podemos decir. No podemos ir en contra de la creación de Dios. No. Puede ser que Darwin tenía razón. Me inclinaría razón. Más por el lado de Darwin, de la teoría de Darwin, que otra, sí. Esa me cierra más. Sí. Mijn Nicaraguaanse schoonvader zegt dat je tijdens het eten niet over geloof en niet over politiek moet praten. Omdat het in de meeste gevallen je eetlust verstoort. Ik denk dat de visser het hiermee eens is. Want hij zei dat het tijd werd om aan wal te gaan omdat het harder begon te waaien. Hij zet de koers richting Ushuaia. De hoofdstad van het einde van de wereld. Toen Charles Darwin hier aanmeerde, kwam hij voor het eerst in contact met de Yagan-Indianen. Hij schreef in zijn dagboek het volgende. Deze armzalige schepselen waren achtergebleven in groei. Hun huid was vuil en vettig. Hun haar was verward. Wanneer men zulke mensen ziet, kan men nauwelijks geloven dat ze medeschepselen zijn en dezelfde wereld bewonen. Later bleek dat hij er volledig naast zat met zijn observatie. De Indianen hadden zich juist prima aangepast aan hun omgeving. Met dat besef begon Darwin's fascinatie voor de evolutie.
een van de laatst overgebleven Yagan-Indianen, rijdt nu een taxi in Ushuaia. Usted ha visto cambiar Tierra del Fuego. Sí, vimos cambiar Tierra del Fuego. Antes era más lindo, éramos un poco. Podías tener los animales cerca de tu casa, cerca por ahí, las ovejas, teníamos también caballo, vacuno, llegamos a tener. ¿Tenían tierra? Como éramos pocos, las tierras no lo ocupaba el gobierno, entonces las usábamos nosotros. Ajá. Y bueno, de ahí empezó a crecer y ya no podíamos tener los animales acá. ¿Y cómo era la vida cuando la ciudad no había crecido todavía? No, era lindo porque era poco y nos conocíamos todos y después empezó a crecer tanto que no superó y bueno, uno tiene que vivir así, pero... Pero el crecimiento ha traído la prosperidad también, ¿no? Sí. ¿No les gusta tanto? No me gusta eso. No. Pero bueno, hay que aceptarlo, no queda otra. Toen Argentinië dit gebied wilde bevolken, hebben ze het belastingvrij verklaard om grote elektronica-bedrijven te lokken. Die beslissing heeft Ushuaia ingrijpend veranderd. Ik was benieuwd wat de economische groei deze stad gebracht heeft en wat de gevolgen zijn voor de bergen eromheen. Smile. Okay. Yeah. End of the world. Okay. De taxichauffeur zette me af bij een houten bord. You're happy? One more. Yeah, one more. Het was de grootste trekpleister van Ushuaia. Smile, you're at the end of the world. Yay. You are. Thank you so much. Okay. Eigenlijk zijn we hier helemaal niet aan het einde van de wereld. Ik zal het laten zien op de kaart. Oké. Zuid-Amerika. Nicaragua, waar ik woon, staat er nog net op. En hier helemaal onderaan zijn we nu. Maar daaronder ligt Chili nog. Chili ligt als het ware ingeklemd tussen de Andes en de zee. En die Chilenen hebben territoriumdrang, altijd al gehad. En de enige plek waar zij zouden kunnen uitbreiden is hier onderaan. Bij het onderste puntje van Argentinië. Argentinië was daar bang voor. En die hebben toen hier op Vuurland de economische groei ontzettend gestimuleerd. Zodat daar mensen zouden komen wonen. En daardoor is deze stad ontstaan. En de Argentijnen zeggen dus dit is het einde van de wereld. Maar technisch gezien is het dus niet waar. Maar ja, geen toerist die dat weet natuurlijk. Nee. You came a long way on your bike. Hey, you came a long way on your bicycle. Bicycle. You came a long way. Io salta dal nord dell'Argentina, 6.000 km. Ah, un cammino largo. Argentina, sì. Chile, Argentina, Chile, Argentina, Chile, Argentina. Ah. 6.200 km. Si sta. Ormont. Ah, Ormont, per le montagne. La carretera australe. Los Andes. La cordillera. Sì, cordillera. Sì. Ce la fai? Y sabe que este no es el fin del mundo, ¿verdad? Sí. No. No. No es. No es el fin del mundo. No. ¿Cuál es el fin del mundo? Chile. Sí. Al de otro lado. Ahí, al otro lado. Al de otra parte. Sí. Ah, vale. Hola. Het was ook een beetje oneerlijk van me om een toerist die er 2 maanden over gedaan had om hier te komen, een illusie armer te maken over zijn eindbestemming. Voordat ik naar Vuurland kwam, had ik zelf namelijk ook een vrij klassiek beeld van dit gebied. Ik dacht aan pinguïns en een uitgestrekte vlakte met misschien een enkele bewoner. Ik droomde net zo goed van het zogenaamde einde van de wereldgevoel. Om de desillusie compleet te maken, vroeg ik aan de taxichauffeur of hij me kon afzetten bij de zuidelijkste fabriek ter wereld. Thank you.
tenemos mucha gente que es de México, o colombianos, brasileros, trabajando también en Usan y en otros lugares de los todos los latinoamericanos se dieron cuenta que aquí había trabajo. Y creo que Ushuaia se caracteriza por eso, por ser un lugar que está lleno de gente que no es de Ushuaia o de Tierra del Fuego, ¿no? Sí, si vos hablas con cualquier persona, es raro encontrar a alguien de acá. Un fueino. ¿No? Un nick, como le dicen los fueinos, un nacido y criado. Así que... El nacido y criado. Nacido y criado. Exacto. Exacto. Ik was benieuwd wie de mensen achter de lopende band waren en waarom ze hier helemaal naartoe gekomen zijn. Zo ver, zo koud en ook wel een beetje treurig, zo'n fabriek. Ik dacht, als ik eerst wat beleefde vragen stel, mag ik daarna misschien wel met wat fabrieksarbeiders praten. Esta es la fábrica más austral del mundo. Esta es la fábrica más austral del mundo. Maar de directeur van Nissan Electronica en de vrouw van de afdeling publiciteit, die wel iets weg had van prinses Maxima, vonden dit niet zo'n goed idee, omdat het de productie zou vertragen. Zij wilden het hebben over de onderdeeltjes van televisietoestellen en over hoe knap het is van een Zuid-Amerikaans bedrijf om niet alleen televisies in elkaar te zetten, maar ook zelf onderdelen te ontwerpen. Omdat ze daardoor meedoen op de wereldmarkt en niet minder zijn dan een elektronica bedrijf uit China of de Verenigde Staten. Hay muy buen capital humano en Argentina. Hay muy buenos recursos. Y yo creo que es un muy buen lugar para invertir. En toen wilden ze het hebben over de kwaliteit van hun catering. Omdat ze die sinds kort niet meer uit handen geven, maar helemaal zelf doen. En daarom zo lekker independent te zijn. Ik zei dat ik wel eens wilde proeven. En dacht, dit is een goed moment om met de gastarbeiders te praten. Ik weet niet precies waarom, maar de leiding van de fabriek heeft me nadrukkelijk verboden om met het personeel te praten. Dus ik mag hier wel zitten en een lunch met ze nuttig gaan maken. Een gesprek is niet mogelijk. Usted es donde, eh? Usted es donde, eh? Yo de Bolivia. Ik voel me niet snel ongemakkelijk onder Latino's, omdat ze altijd wel in zijn voor een praatje. Misschien had ik door kunnen vragen, maar ik was lichtelijk geïntimideerd door de glimlach van de afdeling publiciteit en haar verhaal over quitclaims. Wel raakte ik steeds nieuwsgieriger naar de dromen van deze migranten. Dar algo. Sí. ¿Con qué sueño vino usted para acá? Acá está la señora que es la presidenta del barrio. Ah, es la presidenta del barrio. Ah, sí. ¿Cómo está? Pasa. La alcaldesa. La sí. Alcaldesa de mucho gusto. Del de barrio. Y le eligieron como presidenta. Sí, sí, los vecinos del barrio. ¿Y usted qué sueño trajo cuando venía para acá? Y de tener nuestra propia casita. Eso ya lo logró. Sí, pero bueno, el señor... ¿Así la soñó la casita? Sí, algo así, pero un poco mejor. Pero bueno, lo estamos mejorando de a poquito. De piedra, tal vez. Sí, sí, ajá. De ¿y qué más? Construcción. ¿Qué más soñó? Y bueno, ni quedarme acá hasta mi vejez. ¿Con él? Con él, sí. Ajá. Sí, él me trajo de allá a mi provincia. Es el hombre de sus sueños. Sí. Y mejorar nuestra vida. Tener mejor vida significa tener más dinero. Y bueno, sí, puede ser un poco más de dinero, sí. Pero para ayudar a la familia, en este caso para ayudar a los hijos. ¿El perrito era parte de su sueño también? De mi hijo, de que su tiene hijo. 18 años. ¿Era sí. El sueño de él? De cuando alquilábamos, él quería un perro, no. Ajá. Quería siempre un perrito. Ik zag hoe dit gezin aan een nieuwe toekomst bouwde en ik dacht, dat heeft wel wat. Dat je iedere spijker van je huis er zelf in hebt geslagen. Door de week werk je aan de lopende band en in het weekend ga je samen klussen.
De kinderen helpen mee of kijken naar die plasma-tv die je trouwens ook zelf in elkaar hebt gezet. Spaanplaten en golfplaten met plastic ertussen. Dat schijnt goed te isoleren als het sneeuwt. Wat ik wel waardeer aan de Latino is zijn improvisatievermogen. Dat je gewoon naar een plek toe komt met een best wel moeilijk klimaat. En dat je dan gewoon met je eigen handen een huis bouwt. Dat vind ik wel getuige van creativiteit. Hey. Ik dacht eigenlijk dat alle Latino's naar het noorden trekken, op zoek naar de Amerikaanse droom. Maar het bericht dat er op Vuurland ook een pot met goud stond, die misschien nog wel beter gevuld is dan die pot in de Verenigde Staten, heeft ervoor gezorgd dat mensen nu ook naar het zuiden komen. De bevolking van Ushuaia is in 5 jaar tijd verdubbeld. Bij het enige tankstation stond iedere dag een lange rij. Weet je hoe dat komt, zei de pompbediende, omdat het goed gaat met de economie. Dan wil iedereen een auto hebben. Ik telde maar liefst 8 autowasserettes in de stad, die bijna allemaal in handen waren van Dominicanen. Pero ustedes están lejos de su tierra aquí. Muy lejos antes. ¿Por qué vinieron a Tierra del Fuego de Tierra? Buscando mejoría económica. ¿Sí? Por honestidad. ¿Estaba mal la situación allá? Mal no, pero algo difícil, esa es la palabra. ¿Y por qué aquí hasta Tierra del Fuego? Por acá fue que tuvimos la posibilidad de llegar. No llegamos todos juntos, fuimos llegando uno a uno. Alba, come naranja, tú eres dominicano. Me van a hacer como cuando fui a Nava, que me pelaban mandarina y mandarina. Yo siempre he comido mariscos y pescados de todo tipo. Entonces, cuando yo vine acá, fue un poco deprimente que no hubiese toda esa variedad de pescados a los que yo estaba impuesta. Una langosta gigante y acá no hay. Y fue muy deprimente que no hubiera. ¿Tú has probado la centolla? Sí, también nos gusta. Se parece un poco, tal vez. Sí, pero nada se compara. ¿No? No. De Dominicaanse Republiek ligt op 8000 kilometer van Vuurland. Het klimaat is wat tropischer en de mensen zijn er vrolijker. Dat maakt de integratie er niet makkelijker op. Ik keek naar die sinaasappels en moest alweer aan Darwin denken. Sinaasappels groeien namelijk helemaal niet op Vuurland. De Dominicanen kopen ze in de supermarkt. De moderne mens past zich niet aan zijn omgeving, maar zorgt ervoor dat de omgeving zich aan hem aanpast. Wat ik zag als creatief improvisatievermogen, ziet er van bovenaf uit als een verwoesting van de omgeving. De migrantenwijk neemt namelijk wel heel letterlijk een hap uit het bos. Como yo lo pongo abajo de un nivel de agua, más o menos de 20, no pisa con la mano, porque con la mano se corta rápido. Se corta la mano tirando. Ajá. En cambio de la pata demora más. Y es un poco cruel. Hay que quedar pegado. Sí. In het bos naast de migrantenwijk had ik een man ontmoet met de bijnaam Pata. Cuidado la mano. No, que no, que no. La ayudo. No, está bien, todo así que nos agarramos los dedos los dos. Hij had me verteld dat het niet goed gaat met het Vuurlandse ecosysteem. Dat het bos waarin hij woont rap aan het verdwijnen is. Hij vertelde dat dit niet alleen door de huizen van de nieuwkomers komt, maar door de verwoestende bouwdrift van een andere migrant, de bever. Dat zijn trampas speciales para castores. No, estas son trampas de zorro. Son para zorro, pero si no sabes usarla, usas igual para el castor. Y todo este desastre lo hizo el castor. Claro. ¿De verdad? Todo acá y todo para allá. Todo el valle este lo secó, inunda la tierra y la lenga se seca. Come, va cortando y eso lo va tirando donde,
donde hace el dique. Es la defensa de él, como para el conejo correr, como para el tigre tener garra. La única defensa que tiene es el agua. Él ve el peligro y se va al agua, para protección. Entonces ningún animal puede entrar por ahí. Se pone chato, se pone chatito y nada así. Ajá. Pero es maestro. Het rare is dus dat die bevers hier eigenlijk helemaal niet horen. Er zijn hier in 1946 20 bevers naartoe gehaald vanuit Canada om de bontindustrie te stimuleren. Die nooit echt op gang is gekomen, er is helemaal geen bontindustrie hier. Maar die beesten die hebben zich wel ontzettend snel voortgeplant omdat ze geen natuurlijke vijand hadden. Dus inmiddels zijn het er meer dan 200.000. Was natuurlijk wel leuk bedacht, maar het resultaat is dit. Patta is een echte kluizenaar. Hij zegt niet zoveel. En als hij praat is hij een beetje moeilijk te verstaan. Hij vertelde dat hij genoeg had van al die drukte in de stad en daarom een huisje bouwde in het bos. Hij jaagt op bevers. Soms vangt hij er wel 30 per maand. Ik zei dat ik het nobel van hem vond om zo de beverplaag te bestrijden. Maar daar doet hij het helemaal niet voor, zei hij. Hij doet het vooral om zijn eigen maag een plezier te doen. ¿Crees en la teoría de la evolución? Sí, pero es raro lo mío, porque creo en Dios también. ¿Crees en Dios y en la teoría de la evolución? Claro, porque lo que pasa es que cuando vos andas solo en el bosque, solo, 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 pero te hablo solo en un lugar donde no hay nada, uh-huh. En algo tenés que creer. A la noche aprendés a rezar. Como me dice un amigo, en la trinchera y en el hospital no hay ateo. Pienso que es una necesidad del ser humano. Y a la vez es bueno que la gente crea en algo para que no sea tan más malvada de lo que es. La gente cambió con el crecimiento económico aquí. Si vos no tenés nada y un buen día te encontrás que tenés una buena casa, una buena camioneta, uh-huh. Y vos para tú pensar tener la camioneta, la casa, dinero del banco, ¿eso es lo que sos? Si te quitan eso, ¿qué sos? ¿Se entiende la idea? Sí. Sos nada. Lo único que no te van a robar nunca, nunca es lo que vos sabés. Nunca te van a robar lo que vos sabés. O sea, de la gente que yo conozco, uh-huh. O sea, ponerle que eran, que vinieron acá con poco y hicieron dinero, uh-huh. El que no tiene nada en la cabeza cambió. El que no tiene nada acá cambió y el que tiene algo acá no cambió. Ik vroeg aan Pat of hij een vriendin had en toen begon hij over een biologische behoefte. Dat er niet één vaste vriendin was, maar dat als je alleen in het bos woont, moederziel alleen, die biologische behoefte alleen maar groter wordt. Daarvoor gaat hij dan naar de stad, vertelde hij. Muy bueno. Tal vez sea un poquito duro porque es un castor grande, ¿viste? Pero se cocinó bastante, se cocinó bien, sí. Pata, ¿y te molesta si te digo que tenés cierto parecido físico a un castor? No. ¿No te molesta? No. ¿No viste que un castor es gordo? Yo soy flaco, ¿cómo es parecido? Sí, pero tenés la colita. Tenés los dos dientes de abajo. Ah, ¿viste? Esta semana vuelan los dientes. ¿En serio te gusta? Dime la verdad, ¿eh? ¿Está bueno? Sí, no te metería. Se me come todo eso. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por
que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Ik reed terug naar de stad waar de avond was gevallen. Het was al laat, maar ik had nog geen zin om naar bed te gaan. Bevers zijn ook nachtdieren, dacht ik. Dat klonk als een mooi excuus. Disculpe, donde queda Villa Cariño? Verkeerd gevraagd. De receptioniste van Hotel Ushuaia had me verteld over een geheime plek waar de vuurlandse jongeren heen gaan als het donker wordt. Buenas noches, disculpa, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Ando buscando un lugar que le llaman Villa Cariño. No, ni idea. ¿Usted? No. No. Buenas noches. Hola, disculpe. Ando buscando un lugar que le llaman Villa Cariño. Villa Cariño. Ajá. La Villa Cariño está donde vos querés que esté. Ajá. ¿Cómo es eso? Y bueno, vos buscás el lugar y lo encontrás. El lugar que a vos te gusta es la Villa Cariño. Yo ya soy grande, yo ya sé qué es lo que se hace. Ajá. Se hace lo que vos sentís. Amigo, una pregunta. ¿Dónde queda Villa Cariño? Es, la, digamos, todas las costas de la bahía y bueno, está el hotel ahí, bueno, y va la gente ahí, como es oscuro, ajá, están las parejas, ¿viste? Ahí, bueno, de trampa, como dice. Ah, de trampa. De trampa, de trampa. A engañar a su pareja. Exactamente. ¿De verdad? Sí, por eso le pusieron Villa Cariño. Ah. Él sabe por qué. ¿Usted sabe por qué? ¿Se puede ir con pareja propia también? Ah, sí, sí, sí. Se usa mucho, digamos, una pareja que sale ahí, ¿viste? Se va. Es un lugar romántico. Es un lugar romántico, exactamente. Toen ik bij het liefdespad was aangekomen, vroeg ik me eigenlijk meteen af waarom ik er ook alweer naartoe was gegaan. Waarom was ik komen kijken naar andere mensen die elkaar beminnen? Omdat het me deed denken aan hoe ik mezelf ooit verstopte in de nacht, toen mijn Nicaraguaanse vrouw en ik nog jong en zorgeloos waren? Of was ik gewoon een pottenkijker? Het is een beetje treurig om hier in mijn eentje te staan. Je hoort natuurlijk eigenlijk om met je lief of met je minnares te komen. En de auto hier dan te parkeren en met uitzicht op deze baai de liefde te bedrijven. Van Zuid-Amerikanen wordt altijd gezegd dat ze zo warmbloedig zijn. Dat de liefde boven alles gaat. Ik durf er inmiddels wel mijn hand voor in het vuur te steken dat dit ook echt zo is. Op plekken als Ushuaia zie je spreuken op de muren staan die je hieraan moeten herinneren. Ik heb het in meer steden gezien waar de welvaart en de werkstress de liefde in de weg lijkt te zitten. Staat de liefde voor geld is de wortel van al het kwaad. En dat zegt wel veel over wat er nu aan de hand is in vuurland. Ten ene kant mensen die vooruitgang en groei willen en andere mensen vinden dat een beetje vies. Vinden dat kapitalistisch en dan lever je over aan de neoliberalist. En die tegenstelling, daar worstelt eigenlijk heel Zuid-Amerika mee. Señor, ¿a usted qué le parece este texto? El amor al dinero es la raíz de todo mal. Gente. No. Si vos le das bola al dinero, se va a volver loco. Ajá. Hay que darle bola. A la vida, ya. Ajá. La vida es vivir. Sí. No el dinero. No. Naast het oude vissershaventje, waar vroeger de krab verkocht werd, was een nieuwe supermarkt neergezet. Voor alle nieuwkomers. Het was een mooi voorbeeld van de twee gedachten waar dit continent op hinkt. Het verlangen naar de romantiek van vroeger versus de vooruitgang van de markteconomie. Je kunt er je sinaasappels kopen als je verlangt naar de tropen van de Dominicaanse Republiek.
en de plasmatelevisies die op Vuurland in elkaar worden gezet. Amigos y bienvenidos al resumen del sorteo del loto de Lotería Nacional. Sorteo 2098 llevado a cabo hoy 4 28 0 5 1 33. Con 6 aciertos vacante, un premio de 3.187.732. Da. 10. Al 32, el 49, 10 y nada más. ¿El 49? El 49. Esa es la carne, el 49. Esa es la carne, sí. Bueno, y te pongo a la carne, que es el 49. Al 49 son 10 pesos. Sí. Esto sería justo 100 pesos. Ah, justo. Ahí tienes. Bueno, gracias. Jugado entonces. Sí, para la noche. Je hebt in heel Argentinië van dit soort gokwinkeltjes, noemen ze de quinela. En daar kun je een lot uit de loterij kopen aan de hand van de droom die je die nacht gehad hebt. Dus als je bijvoorbeeld over de paus gedroomd hebt, dan moet je wedden op nummer 88. Heb je gedroomd over een eucalyptus op nummer 37. En het vrouwelijk geslachtsdeel, kan natuurlijk ook voorkomen dat je daarover droomt, dan moet je op 35 je geld inzetten. Cada número tiene un significado. Qué sé yo, por ahí vos vas por la calle y ves una persona que se cayó. La caída es el 56. Sí. En el sueño. Entonces, usted soñó con carne. Con carne, sí. Con carne. Sí, con entonces carne. La carne significa 49. 49. Y anoche soñó con asado. Ah, que estaba asado. Claro. Sí. Sí. Entonces digo, yo ya le dejó esta mañana. ¿Y qué pasó en el sueño del asado? Y bueno, estábamos con toda la familia ahí, unas amigas. ¿Será que todos los argentinos sueñan con asados? Bueno, el asado y el mate, lo que se toma y se come en Argentina. Si el kilo de carne nomás sale para hacer asado, 20, 200, ¿cómo es? 220. El kilo. Así que para comer asado hay que pensarlo ahora. Hay que ganar la lotería primero. Y claro, o el quinicei, el loto. Eigenlijk dacht ik, dat is ook cliché zeg, dat iemand in Argentinië droomt over een barbecue. Maar dat cliché noemen ze hier traditie en daar doe je niet raar over. Barbecues waren er in Argentinië al toen Charles Darwin hier aanmeerde. Die was zelfs zo onder de indruk van het vlees van de gaucho's dat hij in zijn dagboek het volgende had genoteerd. Ik ben in een gaucho veranderd. Ik eet alleen nog maar vlees, drink matte en daarna val ik in het gras in slaap. Buenas. Buenas. Hola. ¿Le gusta? Yo no sé dónde ver, nunca he comprado un cordero. Nunca. ¿Y qué me fijo? No, no, están gorditos. $11,800. ¿Cuánto cuesta el kilo? 130 pesos el kilo. ¿Sí? Ok. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Ik ben dus uitgenodigd voor een barbecue van de Vereniging van het Behoud van Tradities. En ik heb ze aangeboden om het vlees mee te nemen. En daar maakten ze dankbaar gebruik van, want ze hebben het niet zo breed. Dus vandaar dit lam. Está bien. Está bien. Sí. No, let's go. 1585. Listo. Llévalo al sobre. Ahí te doy. Estos son gitanos. Ajá. Gitanos. Gitanos. ¿Por qué? Son gitanos, por la forma de ser, por viste cómo habla. Sacan plata nomás. Sí. ¿Usted es gitano? ¡Gitano! Ajá. ¿15?
No me gusta, qué sé yo. Viste que son chorros, ladrones. De verdad. Y todo. Pero lo pagaron el cordero. Sí, 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 sí. Pero no, no, no me gusta. ¿Y a los bolivianos? Sí, no sé, son gente muy trabajadora el boliviano, ¿no es cierto? Como todos, ventajeros, bueno. Pero son gente muy trabajadora. ¿Y el argentino cómo es? Y el argentino es vago. Así que bueno. Argentinië is het land met de meeste migranten van Zuid-Amerika. Ik vroeg me af of je met een vereniging voor het behoud van tradities je ook een beetje wil zeggen dat er geen plek is voor andere culturen. Maar de voorzitter van de vereniging zei dat dit complete onzin was. Kom nou maar langs, zei hij, dan kun je met eigen ogen zien wat we doen. Hij voegde daaraan toe dat hij de beste barbecuer van Vuurland was, om ervan te verzekeren dat ik geen spijt zou krijgen van mijn komst. Mucho gusto, Barrio Pedro. Stef. El gaucho, mi familia que está laburando acá. Bienvenido acá, este es el campo de la Asociación Tradicionalista de Homo y Folclore. Bueno, esto fue fundado el 2005, este previo que nos dieron, 3 hectáreas. ¿Y por qué se fundó? Para preservar las tradiciones argentinas, o sea, inculcarle los valores a los hijos. Pues esto va pasando como de generación en generación. Het is wel grappig dat de vereniging van het behoud van tradities gewoon één familie is. Een paar lamscoteletten waren ook genoeg geweest, denk ik. Pero por qué quiere usted que se mantengan las tradiciones? Y porque acá se es así, se va manteniendo para que no se pierda y no se muera. Pero por qué no se pueden morir? Jamás no se puede morir. De voorzitter zei dat de vraag niet moest zijn waarom tradities behouden moeten worden, maar eerder waarom niet. Del mate. Hij zei dat de economische groei en de verstedelijking het aan het winnen waren van de tradities van het platteland. Usted es un gaucho. Sí. Y si usted es un gaucho, su mujer es gaucha. China. Gauchina. China. China. Sí. Y su hijo, gauchito. Son de gaucho también. Gaucho también. Gaucho también. Gaucho. Sí. ¿Iban lo de Poroto? De gauchos hebben in het verleden hard gestreden voor de toekomst van Argentinië. Hij legde me uit dat je door het verleden te respecteren je juist aan de toekomst bouwt. Ik moest denken aan de woorden van de traditionele smid die ik in Vuurland ontmoet had. Toen ik me voorbereidde op de barbecue bij de gaucho, vroeg ik hem of hij een mes kon maken. Een gaucho neemt namelijk altijd zijn eigen mes mee als hij vlees gaat grillen. Dat is een traditie. ¿Por qué cree usted que para el latino es tan importante de su raíz y su tradición? Y es un poco la manera de defendernos de todos los que nos quieren imponer desde afuera. Sí, no olvidarse de dónde uno viene. Es que si uno no recuerda de dónde viene, no sabe a dónde va. Es muy simple. No tenés identidad. Entonces está bueno tener una identidad, saber quién uno es, de dónde viene y sobre todo a dónde quiere ir. Eso está bueno. Así y así. Sí. Perfecto. Ik las laatst een artikel in een financieel tijdschrift. Er stond dat Latijns-Amerika een investeerdersparadijs is. Het nieuwe China. Vuurland is misschien wel de plek waar deze economische groei het beste zichtbaar is, omdat hij nog zo recent is. Maar ik had hier tegelijkertijd het gevoel dat ik in een tijdmachine was gestapt. Eentje die op min 30 jaar stond ingesteld, waarin Phil Collins nog maar net het nummer In the Air Tonight had uitgebracht. Toen nog niet alles om winst draaide.
Het is deze nostalgie waar veel politici op dit continent in hun campagnes ook altijd handig op in weten te spelen. Want hoe verder dat verleden achter je ligt, hoe mooier het soms lijkt. En dat je er daarom een beetje in blijft hangen, is helemaal zo gek nog niet. Jij, Tarjom. Zeg ik aan Mjom. Goudje. Arijn, goudje. Daar komt een rat, een kuchillo. Precambiado. Un hombre cambiado ya. Guapo. Bueno. Le quedó una pelusa en... Ah, sí, pero... En el pelo, pero... Sí. Del caballo. Perfecto. Lindo. Está rico. Salud. De tijd stond stil aan de voet van de Andes. En dat was misschien maar goed ook. Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.